Al ruim 50 jaar is aardgas een van de schoonste brandstoffen die we in Nederland hebben. We koken op gas en verwarmen ons huis ermee. En de meeste van onze energiecentrales draaien op aardgas. GasUnie transporteert het aardgas door Nederland via grote hoofdleidingen. Aftakkingen van de hoofdleiding leiden het gas naar alle uithoeken in Nederland. Deze aftakkingen heten regionale gastransportleidingen. Ze hebben een doorsnede van 20 tot 40 centimeter. De regionale transportleidingen leveren het aardgas af bij een regionaal gasontvangststation. Vanaf hier neemt uw netbeheerder het gastransport van GasUnie over. En zorgt dat het gas afgeleverd wordt bij uw huis of bedrijf. GasUnie controleert haar hele netwerk met grote regelmaat en pleegt waar nodig onderhoud. Tijdens dit onderhoud worden onder meer oude leidingen vervangen. Daarnaast legt GasUnie ook nieuwe en meer efficiënte routes aan. Hierdoor raakt een gedeelte van het oude regionale leidingnetwerk buiten gebruik. Het is GasUnie-beleid om deze leidingen uit de grond te halen. Wanneer het technisch mogelijk is, verwijdert GasUnie alle leidingen die niet meer gebruikt worden. Eerst wordt een nieuw netwerk aangelegd en in gebruik genomen. Zo blijft de gasvoorziening bij u thuis continu gegarandeerd. Hierna worden de oude leidingen pas verwijderd. Ook tijdens het onderhoud aan de oude gasleidingen bij u in de buurt blijft de gasvoorziening gewoon doorgaan. Hier merkt u dus niets van. De werkzaamheden kunnen wel voor overlast zorgen. De mate van overlast hangt af van de werkzaamheden die verricht worden, zoals het opgraven van oude leidingen. Lange stukken leiding worden soms in één keer uit de grond getrokken. Hierbij maakt de aannemer gebruik van een pneumatische hamer. Deze trilt de leiding die stevig in de grond ligt los. Tegelijkertijd trekt een kraan de leiding uit de grond. De oude leidingdelen worden afgevoerd naar een recyclingbedrijf. Op verkeersborden wordt duidelijk aangegeven welke straten tijdelijk dicht zijn. Ook omleidingen worden hierop aangegeven. Uit het oogpunt van veilig werken is het gebied waar gewerkt wordt afgezet en alleen toegankelijk voor medewerkers van GasUnie of de aannemer. Onder obstakels zoals rivieren of spoorwegen liggen ook gasleidingen. Het verwijderen van deze vaak lange transportleidingen is een lastige klus en kost meer tijd. Hier wordt een leiding verwijderd van 190 meter die onder een riviertje ligt. Aan de ene kant van de rivier trilt de pneumatische hamer de leiding los. En aan de andere kant trekt met veel kracht een zogenaamde pipe pusher de leiding uit de grond. Het duurt enkele dagen om de gehele leiding uit de grond te trekken. De komende jaren zijn medewerkers van GasUnie druk bezig met het onderhoud aan de regionale gastransportleidingen. Ze proberen de overlast tot een minimum te beperken. Want een goed onderhoud aan de regionale gastransportleidingen is uiteindelijk belangrijk voor een betrouwbaar en duurzaam gastransport.